Goedemorgen, het is vandaag maandag 11 maart. Wauw, maart gaat bizar snel. Ik heb nieuwe bakjes bij de Xenos gekocht voor de kittens. Het zijn geen kittens, maar zo noem ik ze nog steeds. Omdat het mijn baby's zijn. Want die andere had ik dus kapot gegooid. En deze zijn echt heel fijn. En dan kunnen we er weer tegenaan. Het enige wat ik van de doellist van vorige week niet gedaan heb is het kattenvoer bijvullen. Nou, als dat alles is, valt het wel mee. Maar dat kan ik wel nu gelijk doen. Dan heb ik dat getackeld. Al begrijpen jullie dat ik... ik denk dat het op zich meevalt. Qua taken een nieuwe doellist zou kunnen maken. En ik heb net al de buurvrouw op bezoek gehad. Ik kwam een kledingtas brengen. En dat is leuk. Maar dan kan ik die voor vorige week, dus die hebben jullie dan al gezien, filmen. De extra video's ben ik een beetje de inspiratie kwijt. En ik heb dat ook maar een beetje geaccepteerd. Omdat ik niet mezelf te veel wil pushen. En ik wil mezelf die ruimte geven. En heel veel zijn ik heel lief. Doe gewoon rustig aan. Dus ja, weet je, nu is er zo'n kledingtas en dan is het super leuk. Maar anders ga ik mezelf niet te veel douwen. En ik merk dat ik daar voor het eerst ook best wel oké mee ben. Waar ik dan normaal heel erg teleurgesteld in mezelf kon zijn. En dan kon denken van nou, dat ik nu gewoon merk, ik heb het gewoon nodig en het lukt gewoon niet. Nee, dat is de verkeerde. Ja, goed zo. Ginny pakt de verkeerde brokjes. Dus nou ja, vandaar, ik had wel iets gepost, maar het was dus geen video. Vorige week, of die week daarvoor voor jullie al. Dit is ingewikkeld. Dus wat betreft de extra video's... wanneer het lukt is het er, niet lukt is het er niet. Goed. Ik heb dus een pakketje ontvangen van Fitchy. En dat is een Nederlands premium nutrition for active bodies. En dat is eigenlijk voor TikTok. Maar ik heb dus echt geen idee wat erin zit. En ik ben te nieuwsgierig. Dus ik heb besloten hem toch maar even in de auto open te maken. Ik heb ook deze gehaald. Maar er zijn dus lapjes. Oh, die zijn gevallen. En snoepjes. Mijn nagels zijn echt verschrikkelijk. Ik ben er gewoon 3 kwijtgeraakt dit weekend. Het was ook in 1 keer. Dus dan kun je je voorstellen hoeveel pijn het deed. Ik wilde de vriezer open pakken en ik pakte zo mis. Ja. Maar ja, ik heb nu even geen zin om het op te lossen. Dus dan maar zo erbij lopen. Dit was niet de meest succesvolle poging, maar het gaat wel lukken. Ik had er nog nooit van gehoord. Enjoy your new Fitchy products. Hey Sophie, mega leuk om samen te werken. Geniet van de goodies. We kunnen niet wachten om je mening te horen en je content te zien. Dat is zo leuk als er een kaartje bij zit. Oh, er zit een hele leuke tas bij. Dit vind ik leuk. Dit is echt voor zwemmen. Zo'n soort tas is echt ideaal. Ik heb nu en een pet. Maar ik heb geen pettenhoofd. Petten staan mij niet. Ik weet niet waarom. En een shirt. Nou, heftig. Wat hoop. Oeh, een drinkfles. Push here to open. Oeh, hele grote. Lekker. Lekkere grote drinktuit. Een shakebeker, maar wel een hele originele. Niet zo'n standaard ding. Blender bottle. Omdat er dan zo'n ding in zit. Push play. Leuk kleurtje ook. En dan hebben we soft vanille, protein en de rich chocolates. Ik moet zeggen dat ik de vanille vaak gebruik om te bakken en de chocola om te drinken. Maar ik vind de vanille wel weer lekker als ik hem mix met fruit. Maar vanille op zich vind ik zo zoet, terwijl... chocola is natuurlijk ook zoet, maar is anders zoet. Ja, wel leuk. Leuk pakketje. Ik krijg het er nooit meer in zoals het erin zat natuurlijk. Oh, ik word gebeld. Met Sophie. Kijk, er moest natuurlijk een spelletje gespeeld worden. Dus heb ik ze maar gewoon heel snel afgemaakt. Zodat we, hè, dat ze weten waarom ze eigenlijk geen spelletje met mij moeten willen spelen. Mama is de baby de fles aan het geven. Een andere baby ligt op bed. En ik mag nog een bord maken, want 1 spelletje is geen spelletje, werd mij verteld. Dus ik heb me opgeofferd om er nog 1 te doen, weet je. Ik heb zal ze nog een keer inmaken. De koekjes. En ja, snoepjes. Verder red ik me wel. Ik ben zo makkelijk. Ik ben terug bij mijn eigen baby's. En ik wil graag over een uurtje naar bootcamp. Want de vroege bootcamp om 20:30 had weer een plekje. En het is nu 18:15. Het is nog licht buiten, maar het lijkt niet zo. De camera pakt het niet echt lekker. Zie, dat is het wel. Het is wel schemerend. Maar dat om 18:15. Ik bedoel, je hoort mij niet klagen. Ik word er blij van. Maar het probleem is dus... Ik heb even koekjes en snoepjes gekocht. Omdat ik dus wist van mijn moeder heeft niks in huis. Dus ik zou iets meenemen. Maar ik heb niet echt nagedacht over het eten. Oh, ik zit echt te krabben. Het is echt niet normaal. Wat gebeurt er allemaal? Het licht hier is ook echt... Ik kan het helemaal niet zien. Nou, je ziet het nog steeds niet. Ik vind het echt wel. Maar... stekker eruit. Ik ben echt aan het klooien. Maar het lijkt haast wel. Want nu is het mijn nek en het was mijn ogen. Nou. Ik begrijp er niks van. Wat is er aan de hand met mijn huid? Misschien is het toch wel een beetje... Mentaal begin ik nu te denken hoor. De laatste tijd is het zo'n ellende. Nu zijn mijn ogen eigenlijk wel weer oké. Ik heb er dus vaseline op gedaan, 's nachts. En dat werkte heel goed. Maar ja, ik heb dus niet echt avondeten. Denk ik. Ik ga even in de vriezer kijken. Ik heb Vlaamse friet, uiteraard. Ik moet hier echt mee ophouden met krabben. Klaar nou. Wat is dit? Gegrilde groentes. Kaasvlees. Frikandellen, kroketten. Kipcorns. Nou jongens, jullie... Ik weet niet of jullie al aanvoelen welke kant het op gaat. Met die drie handen. Wat zit er in de onderste? Brood. Mango. Het wordt een frietje. Misschien dat ik na de bootcamp nog wel even... Ik krijg hem net. Na de bootcamp nog wel eventjes naar de supermarktrij. Nee, dat kan ik niet doen ook. Ik ga echt even scheid hebben. Weet je wat het voordeel is met het werk? Dat heb ik al vaker gezegd, maar dat ga ik dan nu nog eens herhalen. Daar eet ik heel gezond. Want daar krijg ik altijd gewoon lekker groenten en... Ik mag ook vaak van de kaart kiezen. Dus gisteren had ik lekkere visjes. Super lekker kabeljauwfilet met gewoon lekker groenten. En ja, normaal gesproken eet ik juist in het weekend heel slecht. Maar nu eet ik dus 3 dagen eigenlijk heel gezond. Dus dan ja, is het ook niet zo erg om maandag dan te denken ik neem lekker een frietje. Maar het is niet echt een goede bodem voor het bootcamp eerlijk gezegd. Dus ik denk wel dat ik daarna nog honger krijg. Maar ik heb nog wel kwark. Ik kan eventueel ook zitten drinken. Hoe heet dat? Hoe heet dat nou? Proteïnepannenkoekjes nog bakken. Want ik heb ook nog sojamelk liggen. Nou, laten we nou eerst maar eens kijken of ik nog honger heb daarna. Oh, dit gaat niet goed. Die moeten er later in natuurlijk. Vlaamse friet. Oh ja, nog een tip wat betreft de airfryer. Want Madieke heeft dus nu ook een airfryer. Die zei, ja, weet je wat ik zo jammer vind? Dat het zout er niet aan blijft plakken als het eruit komt. Omdat ze er dus niet... Ze komen niet uit het vet. Dus ze zijn plakkerig. Ik zeg, weet je wat je moet doen? Je moet er zout in doen voordat je ze erin doet. Want dan smelt het erop. Dat is echt een gouden tip. Werkt als een malle. Mijn motivatie voor bootcamp is 0.0. Maar ik ga wel. Ja, jij bent de hele tijd al aan het mouwen. Ik heb hem net dus al een beetje extra gegeven. Omdat ik eerlijk kan zijn dat ik vanochtend niet heb... of vanmiddag, voordat ik wegging, niet heb toegekeken. Of Ginny... Want die wil nog wel eens, over het algemeen gaat het meest goed, maar hij wil nog wel eens, als Ginny die eet, nou ja, net zo snel als dat die kan. En dan wil hij nog wel eens verder gaan op trappies brokken en meestal blijf ik erbij staan. Maar nu was ik mijn spullen aanpakken voor naar mijn ouders. Dus ik dacht, nou, misschien heeft Ginny ook een deel van zijn portie, omdat hij er zo om vraagt. Maar jij lijkt wel ongesteld. Misschien zitten we heel erg op één lijn. Hij denkt, jij ongesteld, ik ongesteld. Haha, ik ben al eens begonnen met de eerste aflevering van The Bachelor. Maar die ga ik dan straks afkijken. Want ik zag dat er zelfs nog eentje was. Er waren er zelfs twee. Trappy. Maar ik ga wel. Ik wil graag echt sporten. Want morgenavond kan ik niet. En woensdagavond kan ik ook niet. Dus dat is niet erg. Maar dan gaan we de maandag wel even pakken. Ik heb zo lekker bootcamp gehad. Het was weer eens ouderwets benen trainen. Dus het was ondiep. En dan staat er echt, volgens mij iets van 30 centimeter water of zo. En dan heb je dus heel veel door de weerstand van het water. En heel veel... Boh, het was echt super zwaar. Maar benentraining is mijn favo. En nu, deze snack had ik gekocht bij de Albert Heijn. Deze is zo lekker. Echt, dit is echt mijn nieuwe favoriet. Bananen. Ze hebben volgens mij ook nog een smaak. Maar dat weet ik even niet. Ik weet niet welke. Maar ik weet wel zeker dat ze nog een smaak hebben. Maar deze bananensnack. Dit is hoe die eruit ziet. Love it. Lekkerste ever. Ik zweer het. Ik lig in bed. En ik heb mijn nagels afgehaald en gefixt. Nog geen kleur gegeven. Want daar had ik even geen zin meer in. Maar nu zit alles er in ieder geval weer op. Ik heb dus problemen met mijn laptopscherm. En dat wilde ik nog even uitzoeken. Want volgens mij zit hij er nu ongeveer een jaar op. Ik heb een jaar geleden een nieuw scherm erop laten zetten. Omdat hij van die strepen erin had. Maar nu had hij dus... Ik kan het wel laten zien, denk ik. Ja, je ziet het heel goed. De laatste tijd had hij dit. Maar dat was op zich nog niet zo storend. Al had ik wel het gevoel dat het minder helder was. Maar nu, kijk, dit is... Nou, dit is dan 's avonds in bed. Maar hier kun je het bijvoorbeeld zien. Oh nee, dit is ergens in de auto of zo. Dat het gewoon daglicht is. Wacht. Ik moet even de vlog zelf openen. Hier, dit is gewoon 's ochtends. En het ziet er dus wel normaal uit. Alleen mijn scherm is dus gewoon cracked. Dus ik ging even op zoek. En het was dus inderdaad maart vorig jaar. Dus ik heb hem nu gemaild van... En ik ben er ook al achter. Het ligt dus aan de kabels in de scharnieren. En ik weet niet zeker of hij er een legit Apple scherm op heeft gezet. Of dat het gewoon een knock-off is. Ik denk eerlijk gezegd dat het geen echt Apple scherm was. Want volgens mij was het €300. En als ik nu google, is een echt Apple scherm 700. Ik heb niet echt de behoefte om €700 uit te geven. Maar ja, aan de andere kant. Die MacBook is zelf echt nog perfect. En een nieuwe... Ja, volgens mij was het deze 1600 of zo. Weet ik niet eens meer. En ik heb hem nu een jaar of 5, 4. Ik kan dan nog een keer 300 doen. Maar ja, als dat dan weer maar een jaar meegaat, is het dan eigenlijk duurkoop. Dan kun je beter 700 doen en hem dan nog... Hè, want de vorige keer dat hij kapot ging was mijn schuld. Toen had het dus... Ik weet niet wanneer het is gebeurd... Ik heb nog steeds het idee dat ik niet degene was die het deed, maar mijn toenmalige vriend. Hij is dichtgeklapt met iets ertussen. En toen is hij beschadigd. Maar dit ligt dus aan de kabels in de scharnieren. Dus ik heb hem gemaild en dan hoop ik dat hij zegt... Oh ja, het is een kwestie van een kabeltje vervangen. Maar ik heb het vermoeden dat het hele scherm weer moet. Nou ja, en ik weet verder niet. Als er garantie op zit, ben ik volgens mij net buiten dat jaar. Dus ben ik ook weer de lul. Dus we shall see. Maar het is wel een beetje balen. Ik heb nu wel de video voor aankomende, weet ik veel, volgende kunnen doen. Want het werkt wel. En ik kan hem eventueel ook nog naar de televisie streamen. Mijn hoofd werkt niet meer. Ik moet echt naar bed. Maar, nou ja, ik moet het even uitzoeken. In ieder geval, ik ga wel lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.